We leven in een tijd met veel maatschappelijke veranderingen. Veranderingen waarin oude vanzelfsprekendheden zijn weggevallen en waarin we zoeken naar nieuwe antwoorden. De tijd waarin de auteur Stefan Zweig leefde, tussen 1881 en 1942, was ook een tijd van grote maatschappelijke veranderingen. Die tijd inspireerde beroemdheden zoals de psychoanalyticus Sigmund Freud, de filosoof Ludwig Wittgenstein, de econoom Jozef Schumpeter, de architect Adolf Loos en componisten als Gustav Mahler en Richard Strauss. Zij bleken buitengewoon creatieve geesten. Laten wij ons vandaag de dag net zo inspireren door de opkomende veranderingen om ons heen? Het werk van Stefan Zweig, waarin de geest van zijn tijd een belangrijke rol speelde, wordt door het Stefan Zweig Genootschap Nederland gebruikt om te reflecteren op de huidige samenleving. Uit Zweigs werk zijn drie thema's ontleend, die het Stefan Zweig Genootschap Nederland in haar projecten aan de orde stelt. Fanatisme, humanisme en culturele verbondenheid van Europa. Wilt u meer weten over het Stefan Zweig Genootschap Nederland? Bezoek dan de website stefanzweig.nl.